Welkom bij BU1 Politiek, dit nieuwe programma over politiek in Bunschoten. We hebben vandaag als gast Alma Broekmaat-Hagens van de ChristenUnie. We gaan het hebben over haar takenpakket en over de raad. We gaan het ook een stukje hebben over de verkiezingen. Alma, welkom. Dankjewel, leuk hier te zijn. Alma, heel veel zaken spelen er in de raad, continu. Ja. Jij hebt ook taken buiten de raad. Je werkzaam bij de ChristenUnie. Ja, dat klopt. Kan je iets vertellen over je taak daar? Ja, ik werk op het partijbureau en dat is in Amersfoort. En het partijbureau ondersteunt eigenlijk alle lokale ChristenUnie-bestuurders en ook de landelijke bestuurders. En wat ik daar vooral doe is dat ik de lokale afdelingsbesturen, dat ik die ondersteun. En in deze tijd heeft dat vooral te maken met de verkiezingen. Dus zorgen dat er een kandidaatslijst opgesteld wordt, dat er een verkiezingsprogramma komt en dat die campagne zo meteen gaat lopen. En soms zijn dat hele gevoelige processen, soms ook moeilijk. En dan adviseer ik waar nodig en help ik die afdelingen op weg. En als je kijkt naar de begeleiding, hebben we natuurlijk een vrij roerige periode gehad, ook voor de ChristenUnie, denk ik. Ja. We zijn toegetreden tot het landelijk bestuur, even de regering, de landelijke coalitie van burgemeester en wethouders, om het lokaal te houden. Hoe heb je daarin in geacteerd en wat is, ben je tevreden over hoe het proces achteraf helemaal gelopen is? Nou, het was heel bijzonder om dit mee te maken, ook best onverwachts, omdat we, eerst zou GroenLinks schoof aan tafel en later werden we door D66 natuurlijk best wel van tafel weggehouden. Ja. Dus het feit dat we toch uiteindelijk deel uitmaken van dat kabinet is een hele bijzondere ontwikkeling geweest. En ook wel heel erg spannend, omdat je als kleinste partij en met afstand echt de kleinste meedoet in zo'n proces. En ik was persoonlijk best wel bang dat we allerlei concessies gingen doen. Ja. Waar die heel moeilijk uit te leggen zouden zijn, ook lokaal. Je kijkt toch ook met die blik ernaar. Dus het was bijzonder om te zien ook dat je als kleine partij dat kan. Want het kost ontzettend veel werk ook achter de schermen. Maar ik moet zeggen dat ik echt wel blij verrast was door het resultaat. Ik had verwacht dat we er minder goed uit zouden komen. Mm-hmm. Maar er zijn toch heel veel mooie punten uit het verkiezingsprogramma die in het regeerakkoord zitten. Dus, zijn terechtgekomen. Ja, precies. Dus dat is heel typisch, mooi. Typische ChristenUnie-punten ook? Ja, we hebben bijvoorbeeld heel veel kunnen bereiken met betrekking tot uitstapprogramma's voor prostituees en schuldenproblematiek. Dat mensen met veel schulden, dat die beter toegang krijgen tot hulp daarin om die schuldenproblemen op te lossen en te voorkomen. En het is natuurlijk een ontzettend groen regeerakkoord ook geworden. Mm-hmm. Dus dat is, dat is ontzettend mooi, want we geven zo de toekomst door aan de volgende generatie. Dat is heel nobel en een mooi punt van de ChristenUnie dat gelukt is. Hebben we ook een klein beetje gepolst in het dorp van wat vinden we daar nou van? Hè? De ChristenUnie, ook hier de grootste partij, nu ook in de landelijke regering. Je weet dat hier heel veel eigen huizenbezit is ja. In dit dorp. Als we daarnaar kijken zien we dat er wat regels voor afschaffing van gunstige omstandigheden voor een eigen huis ook voorgesteld worden om af te schaffen. Hoe is jouw reactie daarop dat hier natuurlijk wel wat moeilijker te verkopen is? Ja, dat doet natuurlijk pijn. Zeker als je het zo hebt ingericht dat je je huis helemaal hebt afgelost. En daar heb je naartoe gewerkt. Je hebt er hard voor gewerkt en voor gespaard om dat af te lossen. En dat de overheid dan de regels verandert. Waardoor je gewoon minder financiële ruimte hebt. Dat begrijp ik heel goed dat vervelend is. Mm-hmm. Tegelijkertijd moet ik zeggen, het regeerakkoord is niet ons verkiezingsprogramma, helaas. Nee. Dus er zijn altijd maatregelen waar je minder blij van wordt, die zelfs pijn doen. Zo werkt dat nou eenmaal. Dat is jammer, maar het is niet anders. En ik moet zeggen dat we ook heel veel goede dingen hebben kunnen bereiken daarnaast. Dus, ja, dat...
Als je nou kijkt, je zegt nou ja, goede dingen, ook groene zaken voor Nederland hebben we kunnen bereiken. Als je nou eens naar Bunschoten kijkt, wat zou je zeggen van nou, deze regering kijkt naar Bunschoten en naar het lokale bestuur, waar jij ook deel van uitmaakt. Wat is nou gunstig dat de ChristenUnie erin zit? Nou, ik denk dat het heel gunstig is dat er een nieuw bestuursakkoord gesloten wordt tussen gemeentes en provincies. En daarin komen allerlei maatregelen te staan die een lokale vertaalslag krijgen. Nou, onder andere gaat het over die schuldenproblematiek. Mm-hmm. Maar een van de afspraken is ook dat we als gemeente meer geld krijgen om dingen zelf voor elkaar te krijgen. Ja. Dus dat we niet zo afhankelijk zijn van een provincie die het voor ons uitstippelt. Nou, en wat ik zelf een heel mooi detail vind uit het akkoord, is dat de regering de verklaring omtrent gedrag, die vrijwilligers vaak moeten aanvragen als ze, als ze hun vrijwilligerswerk willen uitoefenen. Bijvoorbeeld gehandicapte mensen die ze brengen naar een dagbesteding of die ze naar de sport brengen. Mm-hmm. Dat ze die verklaring omtrent gedrag niet meer zelf hoeven te betalen, maar dat die betaald wordt door de overheid. En nou, dat is ook echt iets wat hier in Bunschoten best wel speelt. Ik heb het wel laatst nog gehoord van mensen van de Sprank. Die zeiden hoe lastig het was en dat je ook niet even kan invallen om die mensen weg te brengen. Omdat je zo'n verklaring moet hebben. En nou, zo nemen wij echt de drempel weg om het vrijwilligerswerk makkelijker te maken. Dus nou, daar ben ik heel blij mee persoonlijk. En dat is dan ook een belofte eigenlijk al uit het vorige kabinet Rutte om de regels te verminderen. Precies, ja. Als we kijken naar de groene taken van dit kabinet. En ik kijk heel even stiekem toch naar jullie lokale verkiezingsprogramma van de afgelopen keer. Stond daarin geen windmolens. Ja. Kan je dat nog vertalen, ook denk je straks in je nieuwe verkiezingsprogramma voor de ChristenUnie hier lokaal? Ja, nou, we hebben altijd gezegd geen windmolens in het open landschap. Dat open landschap is voor ons echt heel erg belangrijk. En dat zal ook in het komende verkiezingsprogramma niet veranderen. Maar er zijn natuurlijk veel meer manieren om groener bezig te zijn en om meer duurzaam om te gaan met de energiebronnen die we hebben. Windmolens is daar een onderdeel van. Maar er is veel meer. Dus ons verkiezingsprogramma is zeker wel groen, ondanks dat punt van die windmolens. Ja, dat is een beetje gemener, maar dat mag wel soms tussendoor, zeker, hoop ik. Ja. Natuurlijk. Even kijken. Nou gaan we even naar de lokale politiek. Je bent 4 jaar actief in de raad, in de commissie Ruimte. Ja. Je komt voordat je bij de ChristenUnie werkte, bij de huiswerkbegeleiding vandaan. Nou is een beetje de vraag die bij mij opkwam. Je hebt natuurlijk de zorg, het onderwijs. En daar kom je een beetje vandaan. En nu doe je begeleiding van lokale afdelingen. Is de commissie samenleving eigenlijk niet meer voor jou? Nou, ik zou het sterker zeggen. Mijn eerste voorkeur was eigenlijk bestuur en middelen. Omdat ik rechten heb gestudeerd, zit ik vooral erg in dat bestuur. Dat vond ik het meest interessant. We moeten wel even uitleggen, bestuur en middelen. De gemeente is eigenlijk opgedeeld, de gemeenteraad, in een aantal commissies. Ja. En gedeeltelijk bespreken zij allemaal een onderdeel. Je hebt de commissie, bestuur en middelen, ruimte, samenleving. Dat was hem. Dat was hem. Ja. En ja. Jij bent dus lid van 1 commissie. Ja. En de commissie samenleving en bestuur en middelen worden door andere partijgenoten, precies, bediend. Ja. En nu is het zo dat we wel allemaal meelezen met alle stukken. Dus als we het voorbereiden in de fractie, dan heb ik ook iets te zeggen over bestuur en middelen bijvoorbeeld. Ja. Maar ik zit niet in die commissie. En in het begin vond ik dat jammer, want ik dacht, nou, daar ben ik op afgestudeerd en weet ik wat van, hoop ik. Maar er was plek in ruimte. En zo de verdeling verliep ook zo, dat ik in ruimte kwam en in het begin moest ik daar aan wennen. Ik dacht dat het wordt ontzettend technisch en moeilijk in het begin. Maar ik ben erg blij dat ik in die commissie zat. Omdat er allerlei grote onderwerpen gespeeld hebben. Het was heel erg druk. We hadden veel en lange vergaderingen. Ook soms over meerdere dagen. Precies, ja. Maar het kwam ontzettend dichtbij. En dat merk ik vooral dat als ik op straat loop, dat ik vaak aangesproken word over zaken die spelen. Kleine zaken, maar ook grote zaken. Dus ik vind het heel mooi om al die processen te hebben gezien en met zoveel onderwerpen bezig te zijn geweest. Ja. Nou heb je natuurlijk ook wel aardig wat op je bordje gehad. Jullie zijn de bestuurderspartij, even tussen haakjes. Zo vaak wordt het vaak aangeduid in het dorp.
Ja, je kan er bijna niet omheen met 8 zetels natuurlijk. Nee, dat begrijp ik. 8 zetels, 4 zetels voor de CDA, samen coalitie. We hebben een paar aantal moeilijke onderwerpen gehad natuurlijk. Zijn er in de gemeenteraad geweest. Dat is natuurlijk het afvalbeleid. Daar wil ik het zo even over hebben. Maar we zien nu vooral, en dat lees je ook heel veel op social media, de kaalslag van de bomen. We zagen ook een stuk in de krant, een ingestuurd stuk. Kan je iets vertellen daarover? Want volgens mij zit dat onder ruimte. Ja, dat komt in ruimte. En je zegt net van jullie zijn de bestuurderspartij. En dat is iets waar we ons ook heel erg van bewust zijn. Dat we ineens 8 zetels hadden. Dat was voor ons een verrassing. Maar dat geeft ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Juist omdat het verschil met de volgende partij dan zo groot is. Is het belangrijk dat je niet je eigen weg gaat. Maar dat je heel erg samenwerkt. En nou, allereerst met het CDA en de coalitie. Maar juist ook met andere partijen daarnaast. Dus dat is heel erg het motto geweest wat we deze periode hebben gehad. En waar we echt geprobeerd naar hebben om ons zo op te stellen. Is het geslaagd? Als we daar even tussendoor op doorgaan? Ja, ik denk op sommige momenten wel. Natuurlijk niet op alles, want je hebt altijd een verschil tussen coalitie en oppositie. Maar ja, ik kan echt terugkijken op een aantal mooie samenwerkingen, ook met andere partijen. Onlangs met de VVD bijvoorbeeld over de huisvestingsverordening. Ja. Nou, dat is een lang traject geweest waarin we best wel met elkaar hebben opgetrokken. En nou, het is mooi om te zien dat er een goed resultaat was. Dus ja, ik denk dat het op een aantal vlakken echt goed gelukt is. Niet altijd, dat zou ik eerlijk zijn. Ja. Even terug naar de bomen. Ja. De bomen die worden gekapt op dit moment, najaar. Wat is er aan de hand? Nou ja, er zijn een aantal bomen, essen, waar een ziekte is. Dus die bomen moeten gekapt worden, zodat de ziekte zich niet verder verspreidt, helaas. En er zijn ook een aantal gebieden die gewoon opnieuw ingericht worden. Mm-hmm. Waarbij bepaalde bomen niet meer passen, omdat ze bijvoorbeeld te veel licht meenemen. Of omdat ze niet passen bij de andere begroeiing. En als je natuurlijk een wijk inricht, of als een wijk ingericht is en alles is flink volgroeid. Het moet allemaal wel in verhouding blijven. Ja. Dus. En als je daarnaar kijkt, hebben jullie dan als commissie ruimte daar heel veel invloed op? Als gemeenteraadsleden, maar ook als commissieleden. Dat je zegt van nou, we vinden het daar wel erg kaal worden. Of daar moet echt iets gebeuren. Hebben jullie daar ook een aangeef manier voor om dat aan te geven aan de wethouder en de organisatie? Nou, dat kan altijd. Dat kan je zeker aangeven. En in het vragenhalf uur gaat het ook best wel regelmatig over de bomen. Zeker als we zien dat er weer een heel aantal gekapt worden. En soms krijgen we ook brieven van inwoners die we dan bespreken met elkaar. Of waarin we punten uit doorgeven. Maar ik moet zeggen dat ik verwacht dat we meer over bomen zouden spreken deze periode. Het is eigenlijk vooral over andere zaken gegaan. En dan gaan we het zo nog even over hebben. De afval waarschijnlijk bedoel je dan vooral? Nou ja, meerdere zaken. Maar het is gewoon niet zo heel veel over bomen gegaan. Een ander punt buiten de afval? Nou, we hebben het gehad over de huisvesting van arbeidsmigranten. Ja. We hebben het heel erg gehad over de huurwoningen. Mm-hmm. Over de Westdijk nu met die vervuiling. Ja. De waterkering. Ja, het zijn best veel onderwerpen die gepasseerd zijn. We beginnen even bij, ik wil die onderwerpen ook wel graag even met je doornemen. We beginnen even met de afval. Jullie hebben daarmee ingezet op een nieuwe enquête te houden. Kan je uitleggen waarom? Ja, de enquête die nu is gehouden, daarvan was het uitgangspunt dat die onafhankelijk moest zijn. Dus het college heeft gezegd van we kunnen alleen maar onafhankelijkheid garanderen als we ons er ook echt niet mee bemoeien. Mm-hmm. Er is natuurlijk veel te doen over het afvalbeleid en je krijgt al snel het stempel dat het college zich er dan toch te veel in heeft gemengd. Dus ze hebben gezegd nee, dat doen we absoluut niet. Het gevolg is dat sommige vragen niet gesteld zijn die wij wel graag hadden willen weten. Bijvoorbeeld hoeveel mensen vinden dat het plastic te weinig opgehaald wordt en hebben ze hun container te snel vol. Ja. Nou, die vraag had ik graag, daar had ik graag een antwoord op gehad. Zodat je je beleid ook kan bijstellen als dat nodig is. En nu kan je dat op basis van deze enquête niet helemaal inschatten. Dus vandaar dat we hebben gezegd van nou, het is goed dat er terzijntijd een nieuwe enquête komt. En dat we ook punten aan kunnen geven die in de enquête terugkomen. Dus niet rechtstreekse vragen, maar wel punten die terug moeten komen. Als je nou zegt van nou, ik heb daar een enquête voor nodig. Ja, even je verplaatsen in de burger.
kan je ook eigenlijk zeggen van, joh, maar je bent raadslid, je hebt je voelspriet in de gemeenschap zitten. Kan je daar niet genoeg informatie over dit punt vandaan halen? Nou, je hoort veel informatie hierover. Maar wat vaak zo is, is dat de mensen die vinden dat er nog het een en ander te verbeteren is, die hoor je het meest. En de mensen die het goed vinden en die verder geen wijzigingen voor willen stellen, die hoor je eigenlijk niet. Dus in verhouding hoor je veel kritiek. En dat is op zich niet erg, want ik vind het belangrijk dat mensen aangeven als ze het ergens niet mee eens zijn of als we dingen kunnen verbeteren. Maar je moet wel zeker weten dat het voor de grote meerderheid ook een verbetering is. Ja. En stel je voor dat, dat er nou maar 2% van de mensen hun plastic vaker wil laten ophalen. Ja, dan kun je overwegen of het dat wel waard is om een extra ronde in te stellen, omdat het ook kosten met zich meebrengt. Dus wij moeten wel afwegen van wat is het beste voor de meerderheid. En voor het beleid dan ook uiteindelijk. Ja. En natuurlijk zijn er specifieke groepen waar je op moet letten. Ik denk even aan een oudere rondje wat is ingesteld. Dat vind ik heel goed. Dus het is niet zo dat we alleen naar de meerderheid kijken. Maar als je informatie krijgt, moet je wel kijken van, hey, hoe verhoudt zich dat tot het totaal? Ik heb hier een foto op het scherm gezet. En dat is een foto die ik vrij willekeurig heb gemaakt. Omdat ik een rondje deed om even wat foto's bij dit onderwerp te maken waar we het over zouden hebben. Wat mij opvalt is dat ik bijna geen vuilcontainer voorbij kon rijden of er stonden wel 2 of 3 vuilniszakken naast. Ja, ik zie het ook. Je ziet het ook. Ja. Dat is dus het beeld wat heel erg opvalt. En dat proberen jullie dan te verbeteren, neem ik aan, met dit soort enquêtes. Nou, zeker. En concreet ook in de komende commissievergadering van volgende week gaan we spreken over een aantal verbeterpunten. Want natuurlijk zie ik ook dat het niet goed gaat in de hoogbouw en dat GFT niet apart gescheiden kan worden. En dat daar iets aan gedaan moet worden. Dat is niet iets waar ik mijn ogen voor sluit. Ja. En dat wil ik ook graag veranderen. Dus daar zijn we mee bezig. Even kijken, jij had het net over de huisvestingsverordening. Daar is een tweet van jou ook de wereld ingegaan. Dat je heel blij was dat dat aan de orde kwam, die huisvestingsverordening. Sociale huurwoningen staat mij bij dan uit alle communicatie die er geweest is voor eigen burgers. Voor eigen inwoners, laat ik het zo zeggen. Wat kan je over de sociale huurwoningen en over de huisvestingsverordening vertellen? Nou, heel erg veel. Ja. Maar ik zal het even kort houden. We doen als Bunschoten mee aan een regionaal verdeelsysteem van de huurwoningen. En dat doen we met een aantal andere gemeentes. En we hebben één systeem, een digitaal systeem waarbij de huurwoningen beschikbaar worden. Je kan je online inschrijven en zo kans maken je inschrijven op een huurwoning. Nou is er sinds 2015 een nieuwe wet waarin staat dat je als je recht wil of in aanmerking wil komen voor een sociale huurwoning, dat je niet per se meer binding hoeft te hebben met de plaats waar die huurwoning staat. Dus, okay. En dat is een groot verschil, want dat betekent dat niet alleen mensen uit Bunschoten kunnen reageren op onze huurwoningen, maar ook mensen van buiten Bunschoten. Het zogezegde verdeel en heers. Systeem. Precies, ja. Nou, en wij dachten door met al die andere gemeentes regionaal die woningen te gaan verdelen, dan blijft er een eerlijke verdeling in de regio. Mensen maken evenveel kans. Maar nu zie je dat een aantal gemeentes een eigen huisvestingsverordening heeft opgesteld, waarmee zij 25% van hun woningen met voorrang kunnen toewijzen aan hun eigen inwoners. Ja. En dat vind ik een ongelijke situatie. En ik vind als wij met elkaar in zo'n convenant zitten, in zo'n verdeelsysteem, dan moeten overal dezelfde regels gelden. En het kan niet zo zijn dat Amersfoort wel woningen met voorrang kan toewijzen en wij niet. Dus vandaar dat ik het zo belangrijk vond dat die huisvestingsverordening er kwam. En bijkomend voordeel was dat je via zo'n verordening kan regelen wat voor doelgroepen en mensen er in aanmerking komen voor een bepaald type huis. Je kan je voorstellen dat een huis met 4 slaapkamers, dat je dat het liefst aan een gezin toe wil wijzen en niet aan een eenpersoonshuishouden. En nou, dat hebben we door deze verordening ook kunnen regelen. Dus daarom vond ik het zo belangrijk dat die aangenomen werd. Nou zien we in de huizenmarkt op dit moment natuurlijk een redelijke verschuiving naar de senioren.
We hebben hier een tekort aan seniorenwoningen, zover ik heb kunnen achterhalen. En je ziet ook wel dat, dat die huizen, zodra ze op de markt komen, ook heel snel verkocht zijn. Ja. Of verhuurd. Hebben jullie daar ook over nagedacht hoe je dat gaat verbeteren? Ja, er is een heel onderzoek geweest naar de woningbehoeften in Bunschoten, waarmee we voor de komende jaren in kaart hebben kunnen brengen aan wat voor type woningen er behoefte is. Mm-hmm. En daar houden we ook rekening mee in de plannen van nieuw te ontwikkelen woningen. Dus bijvoorbeeld in Eemdijk Oost hielden we daar rekening mee. En zag je dat er ook seniorenwoningen ontwikkeld werden, maar ook huurwoningen, want er zijn weinig huurwoningen op Eemdijk. En dat geldt eigenlijk ook voor de Rengers-Wetering. Er zijn extra huurwoningen bijgekomen, omdat er echt een tekort is. En die seniorenwoningen krijgen ook een plek daarin. Maar ik moet daarbij wel zeggen dat er vooral behoefte is aan seniorenwoningen in het centrum van Bunschoten. En het lastige is dat daar niet zoveel plek is. Snel lopen naar de winkels. Precies, ja. En nog zolang je kan ook in het sociale leven kunnen functioneren. Precies, je wilt graag dichtbij zitten. En, dus dat begrijp ik heel erg. Dus het is belangrijk om locaties die vrijkomen in het centrum, dat we kijken of we die kunnen bestemmen tot seniorenwoning. Dan las ik in die huisvestingsverordening ook dat er nog inbreidingslocaties zijn. Ja. Weet je zo een aantal inbreidingslocaties op te noemen? Nou, er is vorig jaar een voorstel geweest om 3 inbreidingslocaties, bijvoorbeeld eentje bij de Ark was dat. Ja. Ik dacht eentje bij in de Vogelbuurt. Om die te bestemmen tot huurwoningen of tot tijdelijke woningen voor statushouders die we moesten huisvesten. Dat zijn inbreidingslocaties die we kunnen gebruiken om nieuwe huurwoningen op te zetten. Toen via een vrij heftige raadsvergadering en commissievergadering vooraf veel geprotesteerd door burgers tegen dat plan. Ja. Dit plan is er nu wel door? Nee hoor, dat niet. Nee, maar het zijn wel locaties die je zou kunnen gebruiken om nieuwe huurwoningen op te bouwen. En waar het met het plan, wat er toen zo heftig was, dat was dat het vrij uit de lucht kwam vallen. Dus voor veel buurten kwam het als een verrassing. En er zaten ook een aantal vormen van tijdelijke huisvesting bij. Ja. En dat is natuurlijk iets heel anders dan permanente sociale huurwoningen. Even op dat punt terugkijkend. We hebben nu een aantal zaken natuurlijk gehad waar in de coalitie de wethouders heeft geleverd en het college van burgemeester en wethouders die hebben die plannen voorbereid voor de raad. Ja. We zien een Eemdijk Oost, een bestemmingsplan, wat eigenlijk weer door de Raad van State is tegengehouden. We zien die raadsvergadering waarin toen het voorstel van de gemeenteraad ook, of van het college ook van tafel ging. Wordt er altijd goed voorbereid door het college? Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag om die algemeen voor te bereiden. Ik vraag hem ook omdat er heel veel commentaar natuurlijk is op het afvalbeleid. Mm-hmm. En we kunnen hier geen oordeel natuurlijk doen over of dat terecht of onterecht is. Maar je ziet vaak dat het wat stroef loopt met dat soort voorstellen. Ja, nou vind ik Eemdijken Oost echt een verhaal apart. Dat plan is heel goed voorbereid, denk ik. Maar er zijn ook door de Raad van State bepaalde accenten gelegd die in Bunschoten iets anders gelegd zijn. Het is, ik wil niet de uitspraak onderuit halen, helemaal niet, maar het is wel hoe je er naar kijkt. Mm-hmm. En als je kijkt naar het afvalbeleid, een heel complex beleid wat alle inwoners raakt. We hebben dat bijna nooit, dat er zo'n ingrijpende verandering plaatsvindt. En zo'n verandering kost tijd. Het is best begrijpelijk dat er veel weerstand komt. Zeker ook als je ziet welke kinderziektes we met dit beleid nog hebben. Dus ja, dat begrijp ik heel goed. Het zijn moeilijke punten om ook te verdedigen natuurlijk. Verdedigen. Ik denk, we hebben die besluiten zo zorgvuldig mogelijk genomen. En zoveel mogelijk informatie tot ons genomen. Maar als je achteraf kijkt, dan had je misschien wel bepaalde dingen anders gedaan. Dat zou zeker kunnen, ja. Vind je het moeilijk om dit soort zaken ook uit te leggen in het dorp? Als je mensen tegenkomt? Ik neem aan, mensen vragen er ook naar als je ze spreekt. Ja, nou, ik vind het niet moeilijk om uit te leggen.
Zeker zolang je gewoon respectvol met elkaar omgaat. Dat vind ik heel belangrijk hierin. En ik vind het belangrijk om te horen wat mensen ervan vinden. En de zorgen die ze hebben of de verbeterpunten. Daar sta ik heel erg voor open juist. Ja. Dus ik vind het belangrijk om daarover te hebben. Maar altijd respectvol. Respectvol. We hebben ook nog de programmarekening in de gemeenteraad gehad de laatste tijd. En daarin bracht jij een stukje in over de Westpier. Klopt. En ja. De Westpier zou niet goed zijn op bepaalde punten. Laten we het daar even over houden. Wat wil jij verbeteren aan de Westpier? Nou, ik zou de Westpier graag wat willen verbreden. Want nu is het zo dat er best vaak wat grotere boten aanleggen. Ik noem bijvoorbeeld de boot van de Zonnebloem. Mm-hmm. En daar zitten veel mensen op die in een rolstoel zitten. En als zij eraf gaan en ze willen met z'n tweeën over die pier of ze willen elkaar passeren, dan is die pier gewoon te smal. Mm-hmm. Dus ik vind dat niet helemaal veilig. En ik vind het juist belangrijk dat mensen zo'n uitje kunnen doen, dat ze hierheen kunnen komen of hier vandaan gaan met de boot. Dus dat die pier goed toegankelijk is. En dat zie je dan in een verbreding of in een verandering van aanlegplek van die boot? Dat zie ik in een verbreding, want ik denk dat de aanlegplek goed is. Mm-hmm. Maar door de pier te verbreden wordt het ook een stuk veiliger. Nou hebben jullie natuurlijk ook de zomermaanden gezien. En dan begin ik toch even over het stukje watersport. Watersport heeft veel last gehad. Zoals iedereen ook wel waarschijnlijk gezien heeft, van de waterplanten. Ja. Dat is een terugkomend probleem. Wat doet de gemeente op dit moment voor de watersport en voor de veiligheid op het Randmeer? Ja, het is een onderwerp wat ik echt vaak ter sprake breng, omdat het me ook frustreert dat wij het niet kunnen beheersen. Het college deelt dat. We hebben het er vaak over gehad. De gemeente die maait de waterplanten, maar er zijn hele strikte regels over dat maaien. Mag maar in een bepaalde periode en bepaalde hoeveelheid. En dan mag je ze ook niet weghalen, maar een stukje ervan afhalen. Dus ja, het zet gewoon weinig zoden aan de dijk. En je ziet zeker als je buiten de vaargroef vaart, dat je motor vastloopt en dat je erin verstrikt raakt. Dat is gewoon ontzettend vervelend. Veel gevaarlijke situaties afgelopen zomer weer op het Randmeer geweest. Ja, precies. De zorg die moet daar ook inderdaad weer op zitten. Nou, en het is niet alleen iets van onze gemeente, want het is van heel veel gemeentes. Dus het is ook iets wat wij echt met andere ChristenUnie-fracties samen aankaarten. Ook in Den Haag, bij ons Kamerlid. Omdat we met elkaar een vuist moeten maken, want alleen als gemeente Bunschoten kunnen wij dit niet oplossen. Ja. Je hebt goede connecties met de Kamerleden en je komt daar ook makkelijk binnen om onderwerpen aan te dragen. Ja, maar dat ligt niet aan mij, maar überhaupt zijn ze heel toegankelijk en staan ze daar heel erg voor open. Ja. Ja. Nou heb ik ook even het coalitieprogramma doorgenomen en daar stond een belangrijk punt in en ik haal het aan omdat jullie verkiezingsprogramma ook heel duidelijk erover is. Het gaat heel veel over fietsen bij jullie in het verkiezingsprogramma van de afgelopen periode. En ik zag ook dat er in het coalitieprogramma een gratis fietsenstalling in het centrum gepland stond om te behalen. Ja. Kan je daar de status van geven? Nou, niet de status van de fietsenstalling zelf, maar wel dat we deze periode een centrumvisie of bezig zijn geweest met het vormen van een centrumvisie. Onze wethouder Bert Koops is daar heel druk mee geweest om alle betrokken partijen om tafel te krijgen. Om gezamenlijk een centrumvisie op te stellen. Nou, dat wordt de komende tijd wordt dat verder uitgewerkt. En een van die onderdelen waar wij ook nog extra nadruk voor hebben gevraagd is het maken van een goede fietsenstalling in het centrum. Want dat ontbreekt echt. Het is een zootje soms. Maar deze periode niet? Nee. Helaas krijg je niet alles zo snel voor elkaar, heb ik ook geleerd. Even over de toekomst. Daar kunnen we natuurlijk nooit heel veel van weten. Maar als je daarnaar kijkt, zou je jezelf nog 4 jaar in een raadspositie zien? Als het mij gegund wordt, wel. Ik ben ontzettend blij dat ik deze kans heb gekregen bij de vorige verkiezingen. En ik heb de afgelopen periode heel veel geleerd. Maar ik moet zeggen dat het raadswerk ook, zeker als je begint, het is behoorlijk ingewikkeld. Mm. En voordat je het goed in de vingers hebt, gaat er gewoon veel tijd overheen. Dus ik zou heel graag een volgende periode dit voortzetten. En, Je stelt je ook daarvoor beschikbaar. Dus. Ja. En nou zijn er binnen de ChristenUnie aardig wat mensen die stoppen. Dat
Wouter Koelewijn, Walter Koelewijn, de fractievoorzitter. Ja. Alexander Blankenstein, die stopt. Ja. Bij Alexander is natuurlijk, gaat er veel kennis weg. Walter is voor de eerste periode fractievoorzitter. En Wouter is natuurlijk een hele bekende op het gebied van allerlei zaken die rond de bestuur en middelen gaan, de commissie. En de commissie samenleving. Samenleving, ja. Samenleving, sorry. Ja. Het zijn toch wel mensen natuurlijk met ook die kennis die jij opgebouwd hebt. Walter al voor 2 periodes, ook nu fractievoorzitter. Ja. Gaat er niet heel veel kennis weg op de lijst? Nou, het is echt jammer dat dit gebeurt, ja. En toen we bezig gingen met het proces, hè, dat iedereen voor zichzelf ging besluiten van nou, wil je verder of niet? Mm-hmm. Toen was dit ook niet bekend. Alleen van Wouter wisten we het wel. En dat was ook gedurende de periode dat hij het echt lastig vond om het raadswerk, wat erg intensief is, om dat goed te combineren met zijn werk. Ja, en dat Walter stopt kwam voor ons best onverwachts. Mm-hmm. En Alexander, dat kwam helemaal op het laatste moment. Maar die heeft 13 jaar in de raad gezeten. Dus ik begrijp ook dat hij op een gegeven moment zegt van nou, het is nu genoeg geweest. Maar ja, ik vind het echt heel erg jammer. Ja, ik kan niet anders zeggen. Hebben jullie genoeg aanwas, denk je, weer om nieuwe kennis erin te brengen? Ja, ook dat kan ik bevestigen. Ja. De lijst is nog niet bekend, mm-hmm. Maar hij gaat deze week naar onze leden. We hebben over 2 weken ledenvergadering. En ik denk dat het bestuur een mooie lijst heeft samengesteld met ook nieuwe mensen daarop. Ja. En de lijsttrekker is al wel bekend. Moet nog goedgekeurd worden door de ledenvergadering. Alice Kok van de Geest. Ja. Voor het eerst een vrouw volgens mij als ChristenUnie lijsttrekker. Ja. Heb ik dat goed? Zeker. Ja. Het werd tijd, zou je denken. Het werd tijd. Heel goed. Nou hebben we natuurlijk ook de wethouders. En het is lichtelijk in de lijn der verwachtingen. Als je de afgelopen jaren ziet en de afgelopen verkiezingsuitslag. Dat de ChristenUnie nog wel weer in een coalitie moet deelnemen. Wethouderskandidaten, zijn die ook gewoon wel beschikbaar bij jullie? Nou, het is eigenlijk zo dat wie de wethouder wordt, dat een zaak is van de nieuwe fractie. Dus ja, officieel kan ik er niks over zeggen. Maar het zal geen geheim zijn dat Bert Koops heel graag nog een periode door zou willen als wethouder. En dit was de eerste keer dat wij 2 wethouders mochten leveren. Ik ga er niet van uit dat dat nog een keer gebeurt, als ik eerlijk ben. Je schat eigenlijk wel in op wat minder zetels? In ieder geval geen 2 wethouders. Geen 2 wethouders. Oké. Okay. Alma, dank voor je bijdrage aan dit programma en voor alle uitleg die je gegeven hebt. Ik wens je heel veel succes de komende tijd in de richting de verkiezingen. Dank je wel. En de ChristenUnie ook. Voor de kijkers, we zijn zichtbaar niet alleen op televisie. We zijn ook op Facebook en op Twitter nu beschikbaar. Zoek even op BU1 Politiek. En ik zie u volgende week. Volgende week is mijn gast Peter Frans Koops. Bedankt voor het kijken.